Ik ben hyped. Hey, en wat super leuk te kijken naar deze nieuwe video. Ik ben hier vandaag met mijn lieve broer. Dit is Bas. Jullie kennen hem wellicht al van mijn video's. Ik heb al best wel vaak een video met hem opgenomen. Ja. Vandaag zijn we helemaal in de kerstsfeer. Ja, ja, ja. Strikkie Bretels. Helemaal kersttrui, kerstverlichting, kerstmuts, kerstdekentje. We zijn er helemaal klaar voor. Ja, de hele maand december. Ja. Gaan wij kerstvideo's maken. Challenges, één keer in de week. Eén keer in de week gaan we een kerstchallenge uploaden. En ja, jullie mogen ook zeker even in de reacties achterlaten wat voor soort kerstchallenges jullie willen zien. En dan kunnen we daar misschien rekening mee houden. Ja, toch? Laat al jullie toffe ideeën achter. Ja. En dan kunnen we dat een beetje samen. Stel maar gewoon, ja, dat. Vandaag gaan we in ieder geval de 10 second challenge doen. En we hebben er 10 van gemaakt en niet 7, aangezien 7 gewoon echt heel weinig is. En we willen wel gewoon een beetje iets hebben wat ergens op lijkt. Toch? Ja. Dan een beetje leuk natuurlijk. Wij hebben even de setting veranderd. Wij hebben nu een kerstmuts en daar zit, ja, duidelijk dit. Daar zitten een heleboel vragen in en kaartjes. Opdrachten. En die mogen wij binnen 10 seconden uitvoeren. Als je dit goed doet, krijg je een punt. Als je het niet goed doet, krijg je geen punt. Degene met de meeste punten wint. Ja, en ik denk dat we aan het einde van alle challenges een echte winnaar hebben. Oké. Dus je hebt uit- en thuiswedstrijden? Ja. Ja, ja, dat is, ja, leuk, ja, leuk, leuk. De punten tellen gewoon door. Alright. Dit is wel kerstig. Dit is wel kerst, hè? Ja, dit is wel kerstig. Bas, aan jou de eer om het eerste. Oh, voor wie is het? Trek je hem voor jezelf of voor de ander? Trek hem voor jezelf, toch? Ja. Oké. Dus het hangt er vanaf wat hierop staat. Nee, voor jezelf. Voor jezelf, voor jezelf. Ik moet hem gelijk voorlezen, hè? Niet eerst zelf lezen. Noem 4 kerstliedjes. 3, 2, 1, start. Last Christmas I gave you my heart. Ja, what the fuck? Ik ben hier zo slecht in. Brain freeze. Nou, dat... ja, die had ik ook nog kunnen noemen. Nou, ik had er 1. Oh. Dus ik heb nu een kwart punt. Nee, 0 punt, want je hebt het gewoon niet gehaald. Oké, tweede is voor Anouk. Lees me voor. Leg uit waarom de kerstman een baard heeft. Nou, kijk, de kerstman heeft een baard omdat de kinderen, die zijn natuurlijk heel jong en die heel klein en dan zijn ze even lang als die een baard van die kerstman. Wat? Wat? Hij is gewoon heel oud. Had je kunnen zeggen, ja. Nou, ik had even een story. Zeg nou nog eens. De kinderen zijn jong? Nee, de kinderen zijn jong en klein en dan zijn ze even lang als de baard van de kerstman. Deze redenatie. Ja, maar krijg ik een punt hiervoor? Nee, tuurlijk niet. Oh. Oké, ik ga hem nu lezen. Noem 15 cadeaus die je tijdens kerst... Ja, dat kan je heel snel. 15? 1. Ja. Oké, doe hem even opnieuw. 15 cadeaus. Nee, je kan alles tijdens kerst. Ja, altijd daarom. Net vanaf hoe oud je rijk je ouders zijn. Okay. Start. Een potlood, een stift, een auto, een fiets, een brommer, een scooter, een vaas, een kaars, een kan, een melkpak, een broodram, een kaars, een fiets, een sleutel, een hanger, een kaars, een hendelaar en een fiets. Je hebt er gewoon meer! Ja, echt? Oké. Super. Oh, ik was helemaal in de spanning. Ja, ik dacht dat ik op 7, volgens mij heb ik 7 keer fiets gezegd. Fiets. Wat zei ik allemaal? Kaars, fiets, hendel. Ja, fucking hendel. Fijne kerst. Alsjeblieft, een hendel. Hè? Kan je het handelen? Leuk, goed zo. En 3, 2, 1, en wat heb je? Noem 2 kerstcadeaus van vorig jaar in 10 seconden. Boom! Wat heb ik gekregen vorig jaar? Oh ja, een boekje. Ja! En een Read This Journal. Ja, dat is het boekje dat je kreeg. Oh. En, fuck. Ja, nee. Ik had een boekje. Wat een, dat geluidje gaat straks even irritant worden. Maar een boekje, is dat specifiek genoeg? Want Read This Journal is ook een boekje. Eigenlijk werkt de jury niet met halve punten, hè? Dus er wordt nu even zo gedaan. Even door de vingers gezien. Noem 5 dingen die je niet... Wacht even hoor. Noem 5 dingen die je niet... Doet bij kerst. Die je niet doet bij... Oh, je bent aan het nadenken. 3, 2, 1, start! Oké, inbreken, drugs gebruiken, dronken zijn bij je opa en oma, oma's in elkaar slaan en fietsen jatten en in de sloot springen. Hoe? Ja, want dronken worden bij je opa en oma, dat doen sommige mensen wel. Wat? Sorry? Sorry? Nee, dat is een puntje. Ja, dat moet. Fietsen je. Ik zei, allemaal vandalisme, joh. Fietsen jatten. Oma's in elkaar slaan. Dit is van jouw broer.
verleden. Nou, helemaal niet, joh. Dit is jouw verleden. Oma's in elkaar slaan. Zo. Noem 4 kerstfilms. Christmas Wishlist. It's a Santa Still. Home Alone 1, Home Alone 2, ja, Home Alone 3. Dat. Zet op verschillende films. Ja, ik zou het ook gedaan hebben. Zo, wat een verhaal. Are you listening, son? 1 oliebol kost 85 cent. Hoeveel betaal je voor 13 oliebol? Ja. 3, 2, 1, start. 10,55 euro. Dit heb je al zelf uitgerekend en dit is jouw vraag. Dit is mijn vraag. 10,55 euro voor een punt, dankjewel. Noem 3 kerstgerechten. En de tijd loopt. Kerstgerechten. Kip. Dat is absoluut. Ik ben gewoon niet zo goed hier. Turkey had je kunnen zeggen. Turkey. Kalkoen. Dat is hetzelfde. Oké. Okay. Verzin een activiteit die je kan doen bij kerst. Verzin iets, dan moet je opnieuw verzinnen. 3. Maar hoe bedoel je? Wat zei je nou als laatst? Ja, nee. Oké. Zeg maar, je bent wel aan het denken. Nee. Ja. Ja, je moet een activiteit verzinnen wat nog niet bestaat. 3, 2, 1, start. Boompje verwisselen. Hoe? Boompje verwisselen. Ja. Elkaar tikken met hardgekookte eieren. Ja, dit bestaat nog niet. Nou. Ja, nou. Hey. Welk gerecht bevat kip met hoge noten? Nou? Weet u dat? Ik ga het zeggen en dan ga ik uit beeld. Oké? Okay? Mariah Carey. Of ik hem zelf bedacht heb, ja. Wat staat daar? Oké. Zeg fijne kerst in 3 talen binnen 10 seconden. And here we go. Merry Christmas, fijne kerst, fijne Christmas, fijne kerst. Nee. Ja, wat ik wil. Weet je wat ik zou moeten doen? Zalig kerstfeest. Dat is Belgisch. Zalig kerstfeest, hè? Hallo? Fijne kerst. Jij ging het gewoon heel hard. Fijne kerst. Ja, geen Duits erin. Fijne kerst. Oké. Teken een rendier. Een rennend dier of een rendier? Wacht, dit doe ik even zo en dan ga ik dat filmen. Ja, als mijn pen op papier raakt. Ja, wacht. Ik moet even nadenken hoe ik dit ga doen. Wat sta je te doen hier? Dat film ik dan. Ja, ik kan zo niet kijken. Moet ik al op jouw camera kijken? Het lijkt me een kat. Stop! Oh nee! Ja, dat was het! Nou, wat is dit? Was dit 10 seconden? Je had niet eens een timer. Ja, ik zat op de stopwatch van het tellen van de camera. Maar misschien heb jij wat te vroeg gedrukt? Nou, ik zal het in beeld zetten met het tellen. Oké, dus ik heb geen punt. Dit lijkt meer op... Dit lijkt op vleugels. Een beer met vleugels. Een gewei. Jee, wat slecht. Teken een rendier. Heb je hem teruggedaan? Nee, ik heb hem niet. Nee. Why the fuck you lying? Nee, dat is heel. Ja, ik heb hem wel teruggedaan. Vertel wie je hebt voor de loodjes dit jaar in 10 seconden. Ja, en de tijd loopt! Ja, en go! Dat ga ik toch niet vertellen, de tijd loopt! Nou, nee, dat is familiekerst. Dat gaat het wel niet. Ik krijg sowieso geen punt voor. Oké, mezelf. Ja, punt. Ten eerste was het tijdsverwijt. Ten tweede kan je jezelf niet hebben. Dus hoezo? En ook, hoe kun je nou jezelf daar een punt voor geven? Je hebt jezelf niet. Een heel apart gevoel van binnen. Als jij me aankijkt, lieve schat. En ook je bent dronken, kom op. Nah. Dat was het, hè? Nee, we hebben nog meer. Nee. Huh? Nee? Jongens, dit was onze eerste
kerstvideo van december. Ik vond het echt super leuk. Vond jij het leuk? Ja, ik vond het heel leuk om te doen. Ik hoop ook dat jullie zin hebben in de volgende video's die er aankomen. Wij wel. We hebben er heel veel zin in. Ja, ja. We gaan ervoor. Ja, dat abonneren hoeft dus niet. Zorg gewoon even dat je laat. Nee, laat gewoon even weten dat je... laat even weten wat jullie willen doen. Ja. Want lastig om inspiratie te verzinnen voor je video's. Had je dat gehoord op het nieuws? Wat? Over superveel van die kampeerwinkels. Kampeerzaken. Steeds meer van die winkels die moeten de tent sluiten. Dat is zo slecht. Ja, ik heb hem ook al 6 keer verteld. Hij wordt steeds minder grappig. Maar misschien... ja, misschien vinden jullie wel grappig. Hoe gaat dit? Ja, daar zo. Au. Kaars. Hij is uit. Oké, top. Nou, lachen. Oh, hier ook. Dat wordt een gouden, jongen. Wij waren vergeten om de tussenstand even door te geven. En die is in mijn voordeel. Namelijk dat Anouk op 1,5 staat. En dat half puntje mogen jullie zelf beoordelen hoe dat eruit kan zien. En ik sta op 4. Dus dat is 4 tegen 1,5. Kies ook even de kanten. En mensen die voor mij zijn. Die hashtag Team Bas of hashtag Team Anouk? Ik wil eigenlijk zeggen duimpje omhoog voor mij. Duimpje naar beneden voor Anouk. Ah, nee. Hele video naar de kloten. Nee, doe inderdaad maar hashtag. Dat is misschien wel grappig, ja. Dat is zo gemeen. Ja, en laat maar even weten. Ik moet er nu vandoor. Hoe gaat die uit? Hoe doe ik hem?